Tijdens ons set begint elk jaar zo'n beetje met de mini-koraal. Leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisschool uit Leiden en de naaste buurgemeentes komen dan bij elkaar om te zingen. En mini-koraal is Coming Home Again op de Garenmarktplein. Nou, we zitten nu in groep 7, dus het is de eerste keer. Een beetje spannend. Ik vind het super spannend, want het is de eerste keer. Hebben jullie veel geoefend? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ik vind La 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 Leiden het leukste lied. Ik denk wel Tra La La Leiden. La 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 Leiden. Pieter van der Werf. Reuzenlied. Geuzen komen de stad bevrijden met de hangel in de boot. Haring, hutspot, witte brood. Haring, hutspot, witte brood. Daar komen geuzen in. Ik kan het niet nog een keer zeggen. La 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 Leiden, la 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 Leiden, la 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 Leiden, la la la. Pieter van der Werf, Pieter van der Werf, burgemeester van een mooie stad. Hi-ha. Ja, dit hoort erbij, hè? Het is geen 3 oktober zonder mini-koraal op school. Ja, dat moet er gewoon bij horen. Heb je het vorig jaar gemist? Ja. Wat is er mooier dan mini-koraal met zoveel kinderen en alle Leidse liedjes dadelijk zingen? Nee, we kijken er ontzettend naar uit. Zijn naam rijmt op de Meijer. Hier is Jochem Meijer. De grootste leukste stad van Nederland. De grootste leukste stad van Europa. De grootste leukste stad van de hele wereld. Ja! Het is waanzinnig om hier weer te zijn. Ja, super. Nou, laten we dat het voor jou de laatste keer is. Ja, het is mijn laatste mini-koraal. Dus lichtelijk weemoedig, lichtelijk geëmotioneerd. Maar soms is het ook tijd voor andere mensen om op te staan weer. Toch? Dat is goed. Nou, waar iedereen door de mond kan praten. En het wordt rabarber. Nu 6-7 jaar gedaan. En dan is op een gegeven moment vind ik het leuk. Ja, nee, ja. Weer andere dingetjes doen. Toch? En op een gegeven moment als het dan weer... Nou ja. Nee, het is goed zo. Het is gewoon goed. Soms moet je gewoon... Ja, op het hoogtepunt stoppen zeggen ze wel, maar het is oké zo. Heerlijk. Het is niet dat je het niet meer leuk vindt. Nee, dat is toch waanzinnig om te doen. Superleuk. En, maar ja, tijd voor anderen. Tijd voor nieuwe mensen om weer op te staan. Toch? We hebben Mart Hoogkamer. We hebben zoveel mensen die hier goed zijn. Kom goed.